Meneer Walter Fennis, u gaat vanavond een lezing geven hier voor het Overijssels Russisch Vrouwenkoor, hè, in Almelo. Van waar? Nou, ik moet zeggen, vanaf mijn jeugd eigenlijk moet ik zeggen, heb ik Byzantijnse muziek heel mooi genre gevonden. Wat kunnen de mensen vanavond verwachten? Een hoeveelheid aan informatie. Het is namelijk zo dat de Byzantijnse cultuur, daar hoort de muziek bij, maar dat is één geheel. Maar dat is eigenlijk als een entree nadat wanneer Radusha gaat zingen. Mevrouw Dieneke Handlochten en mevrouw Doortje Dijkstra van het Overijssels Russisch Vrouwenkoor. Een bijzonder koor, mevrouw Dijkstra. Een heel bijzonder koor. Ja. We zijn, zoals u al zegt, een Russisch vrouwenkoor. En onze naam is Radusha en dat betekent wees blij. Nou zijn we hier ter gelegenheid van een heel bijzondere avond. Een lezing door Walter Fennis. Hoe heet die eigenlijk, de titel? Reis door... Door de Byzantijnse cultuur. U zingt in het Russisch, hè? Ja, wij zingen in het Russisch, maar we hebben een Russische dirigente, dat is Adelia Malikov. En die kan ons natuurlijk heel goed uitleggen hoe wij het moeten uitspreken. Nu telt het koor 25 leden ongeveer, hè? Maar jullie willen er meer bij hebben, hè, mevrouw Handlochten? Wij willen graag 40 leden hebben.